Ik denk dat de euro de komende jaren niet ongeschonden doorkomt. Dat daar zoveel gaat gebeuren in de verhouding tussen Noord en Zuid, dat sommige landen misschien de euro gaan verlaten. En de kans groot is dat er een echte crisis in dat systeem gaat ontstaan. De toekomst van de euro is uiterst onzeker, omdat er binnen het eurogebied hele grote verschillen in prijsniveau, in loonniveau, in het tempo van economische ontwikkeling zijn ontstaan. En die doen me soms een beetje denken aan de ervaringen van Argentinië zo'n 10, 15 jaar geleden. Toen heeft men daar ook geprobeerd om een einde te maken aan alle inflatie om een munt in te voeren die keihard was, namelijk de peso was gelijk aan een dollar. En dat werkte in het begin best aardig. Vertrouwen werd hersteld. Het ging iets beter met de economie. Inflatie kwam een eind aan. Dus een beetje de voordelen die we ook van de euro gehad hebben. Maar die inflatie bleef een beetje doorkruipen. En Argentinië werd steeds meer een duurte-eiland daardoor binnen Latijns-Amerika. Ook andere landen bleven doorgaan met devalueren. Brazilië bijvoorbeeld. En daardoor kwam Argentinië in een onmogelijke situatie terecht. Er was geen economische groei meer. Ze hadden een sterk overgewaardeerde munt. Maar iedereen, de enige verzekerheid die ze hadden was de vaste wisselkoers met de peso. Tussen de peso en de dollar. En toch, dat leidde uiteindelijk tot een enorme crisis. Want het hele systeem werd onderuit gehaald. Er was geen uitweg meer uit die situatie. En daardoor is een hele lange en diepe crisis ontstaan in het begin van het vorige decennium. En soms lijkt het er een beetje op alsof landen als Portugal, Spanje, Italië, Griekenland een beetje een vergelijkbaar scenario doormaken. Ze hebben dus geprofiteerd eerst van die euro, lage rentestanden, geen veel minder inflatie. Maar die inflatie is toch een beetje door blijven kruipen. Ze zijn duur geworden, hebben eigenlijk een overgewaardeerde wisselkoers gekregen. En zitten nu in een onmogelijke situatie. Er is geen uitweg meer, althans de uitweg van het verleden bestaat niet meer. En wij in het noorden profiteren ervan. Wij zijn relatief goedkoop gebleven. Zeker Duitsland doet het daardoor, mede daardoor heel goed. Er dreigt een enorme spanning binnen Europa te ontstaan. En er is voor de landen in het zuiden van Europa geen voor de hand liggende uitweg meer. Behalve misschien op termijn uit die euro stappen. Maar dat zal dan een hele diepe en pijnlijke affaire, diepe crisis, pijnlijke affaire worden. Nou, dat is mijn zorg op dit moment over de toekomst van de euro. Mocht er een tweedeling ontstaan in het eurogebied, heeft de Europese Unie dan nog een toekomst? Nou, het zal een enorme klap zijn voor de Europese Unie. Het is de vraag, er is meer in Europa dan natuurlijk alleen een euro. Hè? Want een heleboel landen doen ook al niet mee aan het euro gebeuren. Maar het zal de spanningen binnen Europa sterk vergroten. En grote vraagtekens zetten bij het hele politieke integratieproces. Ik denk dat er zit wel een zekere kern van waarheid in dat de enige stap die ik zou kunnen zetten om de euro werkelijk te redden is een veel verdergaande mate van politieke centralisatie. Maar politiek zijn we daar absoluut niet klaar voor. In Nederland niet, maar elders ook niet. Dus dat is in theorie misschien de voor de hand liggende stap, maar in de praktijk zal dat buitengewoon lastig zijn. De ontstaande problemen, zijn dat weeffouten van het verdrag van Maastricht? Voor een deel wel, denk ik. Hoewel dat misschien redelijk goed in elkaar zat. Maar waar je geen rekening mee houdt, is de politieke realiteit die daar omheen natuurlijk ontstaan is of al bestond. En een van de problemen waar we mee te maken hebben gehad is dat Duitsland en Frankrijk eigenlijk als eerst al in de jaren 90 zich niet helemaal gedragen hebben volgens de regels van het stabilisatiepact in de tijd. En daarmee in feite al de regels van het spel ondermijnd hebben. De problemen zijn al daar begonnen en die zien we nu in extremere mate nog bij andere landen. Maar je kunt in de verdrag van alles prachtig regelen, maar als de politieke machtsverhoudingen anders liggen, dan zullen die vaak toch de doorslag geven en dan zijn verdragteksten toch niet veel meer waard dan de bekende inkt waarin ze geschreven zijn.